Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Bart Smans. Ik kom uit Vlimmeren, een deelgemeente van Beersen in de Antwerpse Kempen. En ik heb de mooie 17e plaats meegekregen voor de lijst van het Vlaams Parlement voor N-VA. En ben daarmee de lijststuurder van de eerste kolom. Ik ben al 6 jaar OCMW-raadslid geweest en nu sinds kort gemeenteraadslid. En in het Vlaams Parlement heb ik als parlementair medewerker van Tine van der Vloed ook al welzijn mee opgevolgd en dan vooral personen met een beperking en gelijke kansen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik stap vooral in de politiek omdat ik denk aan mijn kinderen en hun toekomst. Het is naar hun toe belangrijk hoe dat een samenleving wordt georganiseerd en ook hoe dat die betaalbaar wordt georganiseerd. Als ik bijvoorbeeld zie in de jaren 70, 80 hoe daar de staatsschuld explodeert of hoe in de jaren 2000 eigenlijk er worden zaken verkocht en terug ingehuurd of pensioenfondsen snel voor geld ingeruild, waardoor dat er heel lang daarna nog betalingen moeten gebeuren. Daar kan ik eigenlijk echt kwaad van worden. En ik zou dat graag op een andere manier aanpakken. Ik denk dat we in Vlaanderen moeten zien dat we beleid uitstippelen dat zowel nu als in de toekomst eigenlijk voor betaalbare oplossingen zorgt. En dat je zo eigenlijk op die manier niet alleen aan de generatie nu denkt, maar ook die daarna. Want die schulden die je opbouwt, dat is eigenlijk een schuld, is een belasting van morgen. Welke quote heeft u gekozen? Op 1 april heb ik gekozen voor geen gezwans, stembaar smans, omdat die ludiek klinkt en omdat dat ook iets is dat bij mij past. Maar mijn echte quote is eigenlijk BBB. Becijferd, betrouwbaar, Bart. En Bart, dat is evident, denk ik, waar dat voor staat. Becijferd, ik ben licentiaat handelswetenschappen, heb ook 10 jaar in de scheepvaart gewerkt als coördinator accountancy en financiën. En elk beleidsveld in de politiek heeft ook zijn eigen budget mee. Daarin kan gezocht worden wat er meer efficiënt en anders gedaan kan worden, zodat je op een andere manier beleid kan voeren. En dan de laatste B, betrouwbaar, dat is eigenlijk recht door zee. Ik zeg wat ik denk en mensen weten wat dat ze mij hebben. En ik denk dat dat niet alleen gewoon in het leven, maar ook in de politiek wel iets is dat meegenomen kan worden. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Als N-VA'er is het misschien een beetje voorspelbaar, maar Bart Wever is mijn grote voorbeeld. Vooral omdat hij zegt waar het op staat. Hij durft punten scherp stellen. En dat valt niet altijd overal in goede aarde. Je hebt altijd voor- en tegenstanders, maar dan vind ik het belangrijk dat hij blijft zeggen waar hij voor gaat en staat, ondanks tegenstand. Je ziet soms ook politici die vandaag wit zeggen, morgen zwart. Of die in de krant oplossing A aanbieden en in op tv dan oplossing B. En daar hou ik niet zo van. Dus ik ben meer voor het recht door zee. En dat zie ik in hem. En daar wil ik mij ook graag aan spiegelen. Wat zijn uw politieke interesses? Eerst en vooral vind ik het domein economie en werk heel interessant. In de krant gaat het eigenlijk vooral en veel over hoe dingen worden betaald en waaraan geld wordt uitgegeven. Maar het is natuurlijk belangrijk dat dat geld er ook is. En dan denk ik dat het belangrijk is dat de economie draait en dat de werkzaamheidsgraad hoog ligt. En dan denk ik dat je zeker maatregelen moet nemen om daar aan tegemoet te komen en te zorgen dat eigenlijk dat de koek die dat je moet verdelen, dat die groot genoeg is. Hè. Dat je ook aan die noden kunt voorzien.
En dan verder ben ik een fervent openbaar vervoergebruiker, eigenlijk al van jongs af aan. Als ik vroeger naar school dan studeerde ik op de bus, nu werk ik dan op de trein. En dat is vooral omdat ik kan niet goed tegen tijd verliezen en in de file staan. En aan het stuur zitten erbovenop, dan kun je eigenlijk niks doen en daar erger ik mij dan wel aan. En daarom wil ik ook graag mee kijken hoe dat we openbaar vervoer aantrekkelijker kunnen maken. Het treinverkeer zit natuurlijk federaal, maar ik wil wel meedenken over hoe dat we busvervoer op een andere manier of verder kunnen aanpakken. Dat we ook kunnen zorgen dat die files vermeden worden. Je zit nu met basisbereikbaarheid, waar er heel erg is ingezet op die drukke lijnen om veel mensen te vervoeren. Ik denk dat dat een goed uitgangspunt is. Maar dan denk ik dat richting de vervoersregio's in Vlaanderen, zo zijn er 15, dat daar nog wel kan gewerkt worden om die meer op elkaar af te stellen, woonkernen verbinden en eigenlijk te zorgen dat er nog meer mensen het openbaar vervoer makkelijker kunnen pakken en dan minder in de file staan. Wat kan er anders en beter in de politiek? Zoals ik al aanhaalde, ben ik een cijferman. En ik denk dat je moet kunnen kijken naar wat dat er eigenlijk achter het beleid zit. Er zijn veel politici die goed kunnen spreken, maar ik denk dat alles wat je zegt eigenlijk ook onderbouwd moet zijn met cijfers. Ik was al actief in het OCMW in Beersen en daar hebben we eigenlijk door te besparen op politieke mandaten, door samen aankopen te doen met de gemeente, door ons meer op kerntaken te richten, hebben wij 12 woningen kunnen zetten voor mensen met een beperking. Dus eigenlijk kunnen zorgen dat door op bepaalde kosten te besparen, dat je investeringen kunt doen voor de mensen rechtstreeks. En ik denk dat dat ook op andere niveaus kan. Als ik zie in Vlaanderen, als je ziet hoeveel mensen, personen met een beperking, die wachten op een persoonsvolgend budget. En je weet ondertussen dat er ook heel veel geld gaat naar de achterliggende structuren. Dan denk ik dat je moet durven kunnen kijken. Alhoewel dat sommige dingen al tientallen jaren op een bepaalde manier worden betaald of gedaan. Dat je moet kunnen en durven kijken op welke manier je dat anders kan inzetten. Zodat je meer geld over hebt om voor de mensen zelf te hebben. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een medaille meegebracht die ik heb gekregen voor mijn 5e dodentocht uit te wandelen. Dat is 100 kilometer. En de 5e, dat is eigenlijk toch wel een speciale die we hebben gedaan. Omdat dat voor een goed doel was. En dat was voor VZW Koester, die ouders begeleiden bij de kankerbehandeling van hun kinderen. En voor ons was dat wel speciaal. We hebben dat met enkele collega's samen gedaan, omdat een van onze collega's, zijn zoontje Bram, heeft aan kanker moeten afgeven en dat hij heel veel aan die VZW heeft gehad. Dus dat was mooi dat we dat daarvoor konden doen. En verder staat het wandelen, 100 kilometer wandelen, eigenlijk ook een beetje voor wie ik ben. Dus ik ben vastberaden, ik speel ook voetbal en daar sta ik bekend als een kuitenbijter. Hè. Ik geef niet op en dat is iets dat ik ook in de politiek wil meepakken. Dus als mensen op mij stemmen, dan mogen ze er zeker van zijn dat ik er 100% voor ga.